dat jullie me kunnen zien. Oh ja, zo wel. Zo neerzetten. Zo. Ja. Ik wilde even zeggen, nou ja, mededelen hoe het met me gaat. Het gaat op dit moment redelijk. Vorig jaar, 18 december, kreeg ik, die weekend ervoor kreeg ik corona. Dus ik moest me 18 december ziek melden. Ik kan je zeggen, deze variant is geen pretje geweest. De eerste ook niet, maar deze nu ook niet. Helemaal niet. Ik ben iedere keer buiten adem. Moe. De balans niet te hebben, geheugen niet. Ik moet me gewoon opladen als ik even weg wil of iets wil gaan doen. Dus waar ik me heel erg veel op focus nu is een beetje rust. Ik heb ook van die, als ik naar buiten ga, van die dopjes. Nee, dit zijn niet de loops. Die heb ik van iemand gekregen om het uit te proberen. En die had nog een paar nieuwe liggen. Ik zei, nou, als ze mag proberen, graag. Dus bij deze. En ik heb natuurlijk ook medicatie. En die had ik al, maar dat wisten jullie nog niet. In ieder geval allergietabletten. Bijvoorbeeld hooikoorts of stof of wat dan ook. Een neusspray voor 's nachts. Want 's nachts wil mijn neus wel eens dichtslaan. Dus dan heb ik een neusspray gekregen. Ik heb een Ventolin. Maar ik heb ook, even kijken, deze even pakken. Simicort. En daar heb je zo'n toeter bij nodig. Ik ga ze niet aan iemand trekken. Nee. Ik heb ze echt puur zelf nodig. Ziet er zo uit. En dan moet je op zo'n voorkamer doen. En dan één of twee puffjes. Nu aan het hoesten ben, dat is gewoon omdat ik een beetje benauwd heb. Best wel moeilijk vind om daarover te praten. Mijn excuus erover. Ik wil geen medelijden, echt niet. Ik wil jullie alleen op de hoogte brengen hoe het met me gaat. En dit is 2 keer 2 puffjes. Deze is 1 à 2 keer 1 of 2 puffjes. Ik doe altijd 1. En dan ga ik even lekker 's morgens en dan ga ik even lekker rustig eten, drinken, wat dan ook. En dan doe ik daarna even deze. Want er moet wat aantal uurtjes of minuten tussen zitten. Dus die allergietabletten heb ik dan al ingenomen. Die neusspray hoef alleen maar 's avonds. Heel soms doe ik het nog wel eens 's morgens als die nog dicht is. Dan gaat die weer open. En toen verkouden was het echt ideaal. Al die medicatie. En ja, veel slapen. Ik ben ook in een traject gegaan van bij fysiotherapie. Dat is zeg maar je spiermassa opbouwen. En kijken in hoever het gaat. Dit is een traject voor 1,5 jaar. Werkt het niet, dan wordt er nog 1,5 jaar bij gedaan. Dus het is voor ieder patiënt is het anders. Het is wel heel erg extreem. Je bent moe. Je bent zwaar geïrriteerd. Dingen komen niet binnen. Dingen blijven niet hangen. Je geheugen raak je een beetje kwijt. Je kan niet uit je woorden komen. Zoals je de laatste tijd misschien wel gemerkt hebt. Dus vandaar mijn excuus ervoor. Ik ben er druk mee bezig om te herstellen. Het gaat niet zoals ik het wil. Mijn hoofd zegt, ga lekker door. Mijn lichaam zegt, ja, doei. Doe even lekker rustig aan. Want dat kan ik niet allemaal bijbenen. Dus dat loopt af en toe wel eens een beetje zo in plaats van zo. Maar dat geeft niet. En je moet ook weer opnieuw leren je grenzen aan te geven. Alles opnieuw leren. Dus ja. Dat is het nu een beetje. Dus ik zou in ieder geval zeggen, een klein stukje ervan. Zeg maar, verder is ook niet
jullie ermee lastigvallen, want dat wil ik echt niet. Want de ene gelooft er wel in en de ander niet. Mijn haar zit gewoon niet. Zo. Nou. Het zit gewoon niet klaar. Dat bedoel ik dus. Dat zijn de kleine dingetjes die je dan irriteren. En dan... Het moet ook klaar zijn. Dus ik zou zeggen in ieder geval, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje en blijf op de hoogte. Bye. En als je vragen hebt, zet ze gewoon in de comments. En ik antwoord ze gewoon.